De redactie van de ATV constateert al enkele dagen een verschil tussen de cambio-koersen en de koersen van de Centrale Bank van Suriname. We maakten contact met econoom Winston Ramotarsing en de governor van de Centrale Bank van Suriname, Maurice Roemer, die uitleg geven over dit fenomeen. Ramotarsing geeft aan dat er eigenlijk geen verschil zou mogen bestaan, omdat de Centrale Bank koersnotering het gemiddelde is van de koersen van alle cambio's en banken. Alhoewel de koersen van een cambio of een bank soms hoger kunnen liggen. De recente daling in de koers is volgens de econoom een toevallige daling, omdat de macro-economische condities voor een daling niet aanwezig zijn. Wat ervoor zal zorgen dat op termijn er weer een stijging zal komen in de wisselkoersen, meent Ramotarsing. En wat moeten de condities zijn zodat het gaat dalen? De belangrijkste conditie, en dat is ook de reden waarom die koers is gaan lopen, is de discipline bij de overheid, discipline bij het ministerie van Financiën in het uitgeven van geld, in het creëren van geld en het beter ontvangen van belastingen, waardoor het tekort bij financiën niet groter wordt en er minder geld SRD in omloop komt. Dus de crux, de echte oplossing zit bij financiën. En natuurlijk de langere termijn oplossing zit in het meer produceren en meer verdienen. Governor Roemer benadrukt dat de koers bij de cambio's niet systematisch lager ligt dan bij de moederbank. Dagelijks zijn er verschillen in de aankoop- en verkoopkoersen van de diverse cambio's en de diverse banken. Dus is er volgens de governor geen sprake van een één gerealiseerde koers. Net als Ramotarsing zegt Roemer dat het kan voorkomen dat de koers van een cambio hoger of lager kan liggen op een bepaald moment. Je ziet dus in de gerealiseerde koersen een zekere bandbreedte. Soms zijn er wel verschillen van 1 SRD of meer in de verschillen van de aankopen en de verkoopkoersen. Dat is wat er op dit moment aan de hand is. En wat zien we? Dat de afgelopen 2 weken is er een tendens dat de koers eerder stabiliseert. En een tendens vertoont dat het iets lager tendeert. Dat is wat we kunnen zien en stellen op grond van de waarnemingen en de gerealiseerde koersen sinds een week of 2, 3. En meneer Roemer, nog een vraag ter verduidelijking. Zo kunnen zeggen of stellen dat de koers aan het dalen is? We kunnen zeggen, de afgelopen 2, 3 weken lijkt het erop, maar we kunnen nog niet definitief zeggen, de koers is aan het dalen. Die uitspraak kunnen we niet zeggen. Het is een markt en in die markt kunnen we niet voorspellen wat het rationele gedrag is van deze markt. Roemer geeft aan dat de valutamarkt in Suriname geen efficiënte markt is. Een koers bij 37 SRD en hoger is een overgewaardeerde koers, wat betekent dat de koper en verkoper veel sentimenten brengen in de koers. Dus de koers zou toch onder 37 moeten zijn. Hoe ver de koers zich onder de 37 SRD zal bewegen, zal in de komende periode afgewacht moeten worden. Aldus governor Maurice Roemer tegenover onze redactie.